Sinds een aantal weken zit er een groep krakers in een pand aan de Langhoven in Bennekom. Het pand van Cirelo was voorheen in gebruik als dagcentrum, maar staat al enige tijd leeg en is door Cirelo onder voorbehoud verkocht. De krakers willen echter niet weg. Ten eerste staat het pand al ontzettend lang leeg. Naar ons weten ongeveer 4 jaar. En het is een hartstikke mooi groot pand. En wij denken dat we hier naast onszelf een woonruimte kunnen voorzien. Verschillende initiatieven ook zouden kunnen organiseren. Ik wil binnenkort een expositie doen met een vriend van mij. En we willen ook andere mensen daarvoor uitnodigen. Maar ja, dat is, wordt wel... We moeten echt onderzoeken of dat wel mogelijk is, of dat wel mag. Kraken, dat is al sinds de jaren 70, 80 gebeurt het heel veel in Nederland. En het is ondertussen een beetje aan het verdwijnen. Zo is bijvoorbeeld nu zelfs zo, dat heeft u misschien in het journaal kunnen volgen, dat het ADM-terrein in Amsterdam zelfs weg moet. Wat echt een boegbeeld is van de Nederlandse kraakbeweging. Maar het gebeurt nog steeds overal, want het is nog steeds relevant, want er is veel leegstand. Is dat ook de reden dat u voor kraken bent, de leegstand tegengaan? Ja, absoluut. En natuurlijk ook in het kader van duurzaamheid bijvoorbeeld. Ik moest mijn huis verlaten en er was voor mij niks anders. En toen, ik kende een aantal mensen die hier waren. En ja, ik heb me aangeklopt, want ja, alles beter dan op straat. Want anders had u inderdaad geen onderdak gehad? Ik had absoluut geen onderdak gehad. Nee, alles geprobeerd. Dus zij hebben me opgevangen. We zitten hier met verschillende mensen, kunstenaars. Ik ben zelf voornamelijk muzikant. Er zit iemand die is net klaar met de studie, die is zich nu aan het oriënteren. Gewoon ook werkende mensen. Cirelo laat aan de redactie weten niet blij te zijn met de krakers en overweegt een kort geding. Ook is er aangifte gedaan bij de politie. Ik begrijp dat ergens wel, maar ik vind het heel jammer dat ze niet even zijn komen kijken wie we nou eigenlijk zijn. Van het... Het verschilt niet veel van anti-kraak. Wij zitten hier gewoon echt ons best te doen om zo min mogelijk overlast voor de buurt te verzorgen. We zorgen goed voor het pand. We knappen het op van binnen en van buiten. Dus ik begrijp het probleem niet. We gaan ook de plannen van Cirelo willen we helemaal niet in de weg zitten. Nou ja, ze zijn niet blij dat wij hier zitten. Waarschijnlijk omdat we het zonder vraag hebben gedaan. Want ja, dat is wat krakers doen. Maar dat doen we ook omdat als je zelf gaat vragen van... goh, kunnen wij hier een initiatief starten? Dan zeggen ze over het algemeen nee. En het is, volgens ons is het toch de beste manier om leegstand tegen te gaan.